Kijk, het zogenaamde Agrifest, zoals ze dat noemen, Agriforum zag je ook. En die heeft te maken met de agrarische sector van heel CARICOM. De staatshoofden die hebben onlangs in mei in Guyana, zijn ze met elkaar overeengekomen om te kijken naar ons importbil. U weet, CARICOM importeert jaarlijks voor bijna 5 miljard aan voedsel. Om hoe dat binnen de komende 3 jaren, uiterlijk 2025, met een 25% terug te brengen. En op dat pad zitten we nog steeds. Maar het is even een kwestie van oplijnen. Al die landen met elkaar een beetje oplijnen van hoe we dat gaan realiseren. Eerst had ik persoonlijk hoor, het gevoel van, omdat het zo werd gevraagd naar ons. Hoe denken jullie als Suriname zelf het met 35% terug te brengen? Dus we hebben onze calculaties gemaakt. Weet, we hebben genoemd, we gaan melkkoeien importeren, noem maar op. We hoeven geen melkpoeder te importeren. Dus we hebben onze lijst compleet gemaakt en ingediend. Blijkt nu dat we ons een beetje vergist hadden. Want je moet nu heel CARICOM meenemen. En andere landen die geen landbouwgronden hebben, die moet je ook zien te helpen daarbij. Dus dat is het voordeel van zo'n sommen. Dan kom je als minimaal de ministers van landbouw, komen dan bijeen. Om te kijken van hoe wij die andere landen daarbij zouden kunnen ondersteunen. En ons voordeel is, we hebben dat ook openlijk kenbaar gemaakt, ook de president heeft het heel erg helder en verduidelijkt naar de CARICOM-landen toe. Van, we hebben genoeg grond, we hebben genoeg water, goede groeiomstandigheden. Laten we kijken hoe wij dan als joint, niet dat wij hun gewoon een stuk land geven, want onze boeren zoeken ook land natuurlijk, maar in partnerships kweken. Hoe de ondernemers daar samen met ondernemers hier tot een partnership kunnen komen om dan die productie te bewerkstelligen. In zo'n sfeer moet je zien, is het gegaan. Natuurlijk hebben de staatshoofden hun, en jullie het gevolgd hebben, visie gegeven op het geheel. Maar wij gaan diepgaand als ministers, zijn wij diepgaand ingegaan op bijvoorbeeld de sanitaire en de fytosanitaire zaken. En hoe doen we daarmee? Hoe ver zijn zij met hun controle? Hoe ver zijn wij met de voorzieningen die wij moeten treffen om te kunnen exporteren? We hebben met de private sector ook gezeten. Op Trinidad een vertegenwoordiger van de supermarkteigenaren. En ook, ik had zelf meegenomen in mijn delegatie een aantal producenten die met hun producten daar, tenminste op zo'n tentoonstelling waren. En een paar grote bedrijven uit Trinidad, supermarktketens, hebben erop gereageerd. Er is apart een gesprek geweest met hun en met mijn mensen, de participanten van de Surinaamse zijde ook erbij. Die hebben die producten hadden meegenomen, we zijn door de samples heen gegaan. En nu komt binnenkort komen zij dan naar Suriname voor nadere afspraken. Maar er zijn ook nogal wat verbeterpunten bijvoorbeeld, verpakking. En welke verpakking gebruiken ze nu daar? Wat mag niet, labeling, wat moet er precies op zo'n label komen. Het zijn dit soort detailzaken waarover we nu praten. En ik moet zeggen, de animo is er. Voordat we op Trinidad waren, ik was ook naar Barbados geweest. Op uitnodiging van de premier van Barbados. Om te kijken van hoe wij tot concrete en nadere afspraken zouden kunnen komen. Dat is ook heel goed gegaan. Een apart gesprek gehad met mijn collega's, maar ook met de private sector. Een groep. De private sector, je zult gelezen hebben in de media, maar voornamelijk parasitale bedrijven. Maar ook vertegenwoordigers van de boeren zijn meegegaan. Die hebben apart hun oriëntatie gehouden. Een deel van hun hadden ook een paar maanden geleden reeds deelgenomen aan een agrifest op Barbados. Je ziet dat er een stukje dat beide landen naar elkaar toe groeien. Het wordt ook steeds duidelijker voor ons van welke producten moet je even terzijde leggen, wat ze daar zelf produceren. Maar waarvoor is er voor ons ruimte? En je ziet duidelijk, gewassen en producten waarvoor je veel ruimte nodig hebt, welke zij daar niet hebben, dat we ons daarop moeten concentreren. Dus zo groeien we naar elkaar toe, maar wordt er tegelijkertijd ook gewerkt aan de spelregels van wat moet jij doen, wat moet ik doen, om toch nog datgene te bereiken wat we willen bereiken. Omdat je steeds meer merkt de vrees, vooral bij de kleinere eilanden, dat ze op een gegeven moment zijn bang dat ze geen voedsel meer zullen hebben. Barbados heeft het duidelijk aangegeven.
Er was een boot met voedsel vanuit Amerika richting Barbados. Maar de boot moest uitweken van een orkaan. En een hele week hebben ze daar met weinig voedsel moeten doen. Vandaar dat ze nu uitkijken naar het zuidelijk deel, het vasteland. Hier hebben wij geen last van die hurricanes. Wat kunnen wij samen doen? Dus nu worden ze bewust. Ik heb in het verleden ook zelf als een private onderneming. Ik heb geprobeerd om op die markt te betreden, of te komen van Barbados. Het was praktisch dicht, maar nu gooien ze die markt open.